Welkom bij Why. Dit is de eerste unit. En voor ons creatieve productiegeest hebben we een appel en een ei. En die gaan we vandaag proberen te ruilen. Waarom? Omdat we nog die extra creativiteit zoeken voor onze eerste videoclip. Bon Garçon, Freak You. En waar kunnen we ruilhandel beter beginnen dan hier op de Grote Markt in Breda? Graag jullie. Ik ben van Why en we hebben vandaag een creatieve opdracht. Ik heb een appel en een ei. En waar is nou de beste handel mogelijk dan op de markt? Zat ik te denken. Ik dacht zelf aan een trosje bananen. Wat dacht u? Nee, dat is geen handel, hè? Dat is dan geen handel? Een paar sinaasappels. Twee sinaasappels. Dan ga ik deze appel ruilen voor twee sinaasappels. Alsjeblieft. Ja, geweldig meneer. Kijk, die eerste buiten is vast binnen. Twee sinaasappeltjes in de pocket. Heel mooi. En we gaan ook nog even kijken bij Pim, want Pim die gaat wat winkeltjes bezoeken. En dan hebben wij twee sinaasappels en een ei. We zijn begonnen met een appel en hebben al twee sinaasappels daarvoor geruild. En dan vroeg ik me af of het bij u ook mogelijk is of wij iets kunnen ruilen tegen... Jawel, kan. Een handdoek vind ik fantastisch voor een sinaasappel. Ze vind ik dat geweldig. Ja, meer sinaasappel op. Oké. Ja, en dan zie ik fantastische potloze druiven staan. Ja, dit is al het bosje druiven, kan ik u vertellen. Oké. Okay. Heeft u een mooi bakje voor mij dan dat ik u dit ei geef? Ja, dan krijg je voor mij het bosje druiven. Ja, maar ietsje meer. Ja, je moet doen, mandarijn bij. Oh, geweldig zeg. Krijgen we een mandarijntje erbij ook. Fantastisch fruit. Zack, 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 zack. Voor het fruit. Zullen we 16 dan? Nou, 16 dan. 16. Kijk, en zo hebben jullie 5, maar in één keer 6 cd's. Hey, ik wil niet veel zeggen hoor, maar we begonnen dus met een appel en een ei. Ik heb een handdoek, 6 lege cd's en 2 pakjes kauwgom op dit moment. Ik denk dat we het best aardig doen. Hier klinkt de muziek goed. Daar ben ik eigenlijk op zoek. Met u samen om van deze mooie producten iets te gaan ruilen. Stickers. Ja, dat moet wel hele bijzondere stickers zijn hoor. Ja, deze hebben we. Stickers. Kijk eens. Bierveeltjes. En vroeg me af of u iets heeft wat u tegen een van deze items of tegen meerdere wil ruilen. Geen VGA-kabel? VGA-kabel? Heb u misschien bierveeltjes voor mij? Ja, doen we het voor. Ja? Alle tweede kabels dan, hè? Alle tweede kabels. Doen ze alle twee? Oh, ja, joh, jammer man. Alle tweede kabels, ja? Natuurlijk. Ja. Twee. Nou, dankjewel. Hartstikke bedankt. En die ene, die moeder, denk ik, ja, zitten. En toen ging die andere, zitten, Romeisa. En toen dacht ik, ah, zo noem je je hond nog niet. Ja, dus, snel door naar de volgende winkel. Een cd'tje en een pakje kauwgom. Kijk, dat begint al ergens op te lijken. Snel door naar Pim, die staat een stukje verderop. Paar sokken. Wat kosten die sokken in de winkel? Die kosten normaal €7,95. Voor een cd? Nou, voor een cd doen we het wel, hè? Voor een cd doen we het wel. Ja, natuurlijk doen we dat. Ja. Ja. Doe mij de sokken maar, hè. Zullen we daarvoor terug hebben? Een lamp.
een fotoalbum vinden. Een digital photo frame. En de verkoopwaarde hiervan? 15 euro. 15 euro. Gaan we doen. Lijkt me een goede deal, hè? Een goede deal. Check this out. Goede deal? Fantastische deal. Op naar Pim, hij is op zoek naar wat drank. Fles 1, ja. Spaanse rode wijn. Wat kost die fles wijn? Want we willen natuurlijk 6,25. Voor lege sneetjes? Alle drie. Ja? En twee? Ja, voor mij twee. Wat een onverslaanbaar team. Maar Ra is nog op zoek naar een klappertje. Waar ik met een overeenstemming kan komen. Waar zaten jullie aan te denken? Nou, waar ik aan zat te denken, dat was een mooi paar schoenen. Laten we nou eens een boxershort doen. Een boxershort, nou dat vind ik goed, hè. Als we dan die wijn doen, met... Sorry? Voor de wijn. Nee, maar als we dan nog een leeg cd'tje erbij doen. Ja. En als ik dan die van 20 euro mag. Dan doe ik het cd'tje maar weg. Ja? Dan doen we die van 15. Jammer. Maar zet hem op, hè. Wat zeg jij? Zo'n onderbroek vind je niet mooi. Ja, ik vind die groot, vind ik mooier, hoor. Top in? Ja, zeker. Oké, en als we nou zeg maar de wijn, de handdoek en het cd'tje doen voor die van 20 euro. Wat voor maat mee hebben? Emmetje doen, Emmetje. Denk ik. Emmetje. Emmetje doen maar. Emmetje. Ja. Witte? Blauw? Witte? Ja. Nou, geweldig. Alsjeblieft. Vandaag in Breda hebben we een productieve dag gehad voor Y. We begonnen met een appel en een ei en we hebben echt fantastische producten kunnen onderhandelen. Echt geweldig. Nou, zoals Ra al zei inderdaad, hebben wij fantastische producten vandaag weten te ritselen. Zoals een hele mooie onderbroek van Gent, hè, zoals jullie zien. 20 euro waard. Wij hebben een soort klein fotoframetje van een sleutelbos. Hartstikke leuk, 15 euro. En dan als klap de vuurpijl nog een t-shirt met de tekst boef. Leuk hè? 50 euro hebben we vandaag. 15, 15 en 20 euro maakt 50 euro. Nou, ik vond het wel productief. Ja, ik ook. Nou, wat creatief is, dat moet je nog zien. Hartstikke leuk. Nou, wil je nou kans maken op deze, een van deze prachtige prijzen? Appel en een ei. Ik heb ze even niet in de hand. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Je weet allemaal wat een appel en een ei is. We gaan met een appel en een ei de stad in en proberen. Ik ga toch aan het lachen. Wat voor god. We gaan vandaag de stad in en proberen appel en een ei te ruilen. Maar we zullen het zien. Vandaag gaan Ra en ik in Breda wachten met een appel en een ei. Kom op nou Pim, we hebben niet alle tijd meer.